Het eerste optreden van kandidaat nummer 1. En dat was Carla de Roo. En dat verdient nog bijgezegd te worden. Dat was een geheel eigen compositie van haar. Zowel tekst als muziek. Wel. De volgende kandidaat, René, die komt uit Noordwijk. René Bruiniers. Zijn leeftijd is 41 jaar. En de kleur ogen is bruin. Hij zegt ze zijn wel eens blauw, de kleur ogen. Maar dat als ik heel laat thuis kom. Dan zijn ze de andere ochtend blauw. Maar goed, het zal wel een grap zijn, hè? Pas op. Lengte is 1 meter 81. En zijn lievelingsgerecht is gamba's à la plancha. En kreeft, dat moeten we dan maar eens bij hem komen eten, heeft hij ook gezegd, mag u allemaal doen hier aanwezig in de Lievekamp. Hij heeft een hekel aan vroeg opstaan, moest hij vandaag wel, want we hebben gerepeteerd natuurlijk overdag hier voor dit programma. Alleen met een heleboel andere vragen, dat u daar geen ander idee over krijgt. Zijn hartewens is optreden met André van Duin. André, ik hoop dat je kijkt, dan kun je hem misschien een kans gunnen. Luister ik goed zometeen naar zijn optreden. Hij hoopt altijd gezond te blijven en zijn beroep is bartender, barkeeper. Wij gaan luisteren naar datgene wat hij gaat zingen en u zult dan ongetwijfeld horen in datgene wat hij heeft uitgezocht om te gaan zingen, wie hij zeer bewondert. Luistert u naar hem en kijkt u naar hem. Hier is hij, René Bruiniers. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Yes, it's so long since I've been home, seems like there's no place to roam. Well, I'll sail around the Horn. I've been from San Jose up to Bevin Bay, and I'll roll out many a storm. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Yes, I'll hurt the bowdy tunes. I'd been in honky-tonk saloons. I took my liquor by the fat. Well, I stayed on call for a rousing bowl. Home is where I hung my hat. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. All together, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. I've scooted many a girl, I've been in ports all around the world, but my rambling days are done. I've been from Curacao up to Tokyo, and I found there's only one. She is Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Lordy, lordy, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. Zo, aan bijval ontbreekt het in ieder geval niet. De laatste kandidaat uit België helemaal hier naartoe gekomen. Hoewel helemaal, het valt best mee natuurlijk hier in Os. Hè. Die afstand is niet zo groot, want ze komt uit Schoten bij Antwerpen. Een anderhalf, twee uur rijden van Os. Haar naam Mia Moeskops en zij is 29 jaar. Zij assisteert haar man in een eigen fotozaak. En ik ben ervan overtuigd dat haar man haar ook als model heel vaak neemt. Hè. Dat kopie, jazeker. Haar kleur ogen is groen, de lengte is 1 meter 57 en haar hobby's zijn muziek en Duitse herdershonden. Ze hebben er 3 thuis, heeft ze me verteld. Haar lievelingsgerecht is een steak au poivre en ze heeft een hekel aan strijken. Dat heb ik al eens meer gehoord in een van onze vorige uitzendingen. Ja, hartewens is nog eens opnieuw naar Los Angeles te gaan en opnieuw betekent dat ze er al eens geweest is. En dat is zeker goed bevallen dan, het kan niet anders. En hoop dat het altijd vrede blijft, dat hopen wij allemaal. Haar song gaan wij nu beluisteren. Speciaal aandacht ook voor de jury, voor de punten en uw applaus voor Mia Moeskops.
yesterday. I knew the games to play. I thought I knew the way life was meant to be. Now there's you, my foolish games are through. Now at last I have found just what makes this whole world turn around. Wij vragen, dame en beide heren, mogen wij van u de punten? Een 7, ja. Even kijken. Spannend, een 8. En dan nogmaals een 8. 7, 15, 23 punten. Van een der juryleden even een commentaar misschien. Ja, ik heb gehoord, ik weet niet of het zo is, ik heb gehoord dat Carla dat stuk zelf geschreven heeft. Is dat zo? Ja, dat vind ik heel knap. Ik vind dat ze erg goed zingt, alleen we weten natuurlijk nooit in hoeverre of de zenuwen een belangrijke rol spelen in zo'n optreden natuurlijk. Hè? Dat weet je mogelijk, want, yes. Want, thuis ja. Ging het, want thuis ging het zo goed, weet je. Ja. Hartelijk dank. Erg kort voor mij. Ik had oorspronkelijk ook een 7 staan, maar ik heb voor het creatieve werk, wat wij altijd hooglijk op prijs stellen, een punt bijgeteld. Vandaar die 8. Oké, hartelijk dank. Wij gaan de punten vragen voor kandidaat nummer 2, voor René Bruinius. Een 7, een 7 en een 8. 22 punten. Uitstekend. Nog iets aan toe te voegen? Nee, totaal niet. Oké, dat zijn de punten dus voor René. De laatste kandidaat voor Mia Muskops. Wat mogen we daar voor punten voor verwachten? Een 8, een 8 en een 9.
In totaal 25 punten. Zo, Mia, kom je even naar Nederland, hè? Ja, even een commentaar van een van de heren of beide heren. Zal ik maar weer even beginnen? Ja, is goed, Henk, graag. Ja, ik heb altijd een zwak voor Vlaanderen, moet ik er ook even bij vertellen. Ik vind het altijd zalig als onze Vlaamse vrienden en vooral vriendinnen zich zo krachtig en krachtdadig manifesteren. Dat is punt 1. Maar ik vind dat ze zich inderdaad heel fijn geweerd heeft. Het was goed, hoewel wat wankel hier en daar, wat het vibrato betreft enzovoort. Maar hier denk ik weer de nerveusiteit. Had je nog iets eraan toe te voegen? Nou, dit is een erg bekend nummer. En ik vond het fijn dat ze het nu niet eens op die hele bekende manier deed, maar toch een eigen inbreng hierbij had. En misschien is jou ook opgevallen, ik zou hier ook niet alleen de zangeres, maar ook het orkest echt graag een pluim willen geven, want ik vond de begeleiding meer dan voortreffelijk. Stond weer onder leiding van Bert Stoots. Okay. Bert, bij deze, je hoort het hier vanuit de Lieve Kamp in Os. Nogmaals, dames en mijn heren, beide heren, hartelijk dank voor uw oordeel en tot ziens een volgende keer. Heel graag, ja. En u krijgt nog een applaus mee. Goed jongens, wij kijken even naar het scorebord, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Nou, het ontloopt elkaar niet zo gek veel hoor. Kijk maar even mee naar het scorebord, want daar zien wij René Bruiniers op 25 punten. En de beide dames, Carla de Roo en Mia Moeskops, allebei op 28 punten. Dit is gisteren met muziek, dit is gisteren met muziek. Zo, de kandidaten gaan weer even een beetje uitrusten. Gaan relaxen, luie stoelen hebben we achter de coulissen staan. Want het is weer tijd voor de 8+. Ik neem u mee een hele tijd weer terug in de tijd. Een jaartje of 70. En toen droegen ze natuurlijk niet deze kleding. Toen droegen ze hele andere kleding. Daarvoor moeten we ons even verkleden. Dat gaat bij televisie heel snel. We hebben een kamerscherm en dat gaat gewoon zo. Kijkt u maar. We gaan terug in de tijd en naar het begin van deze eeuw. Naar een stad waar zich enkele honderden cafés, cabarets en dansgelegenheden bevonden. En waar ook de muzici, de jazzmuzici, zich bijna elke avond konden uitleven in hun eigen muziek. We gaan 70 jaar terug in de tijd naar de stad New Orleans. En dan niet zomaar naar New Orleans, maar naar zo'n specifieke jovele kroeg in New Orleans. Kom mee en laat je strikken. Om even een glas te pikken aan de bar. Je vrienden weer zien in zo'n jovele kroeg in New Orleans. Zo'n jovele kroeg in New Orleans. Heel even het café induiken. Zegt u maar wat u wilt gebruiken. Het personeel staat geheel tot uw dienst in de jovele kroeg in New Orleans. De pianist daar zit nu nog alleen, vergeet de hele wereld om zich heen. Hij ziet alleen zijn toetsenbord, hij ziet niet dat het te voller wordt. Heel even de kroeg inschieten. Om van een borreltje te genieten. En van de jazz nog bovendien. Dat kun je alleen in New Orleans. Ja, dat kun je alleen in New Orleans. Ik weet een plek, daar is het zo fijn. Waar de mens zichzelf kan zijn. Elke dag beleef je wel wat. Dat is een stad die ligt in het zuiden. Waar de jazz de hele dag swingt. Om middernacht het leven begint. Veel muziek in iedere kroeg. Jazzmuziek hadden genoeg. Waar de was in het zonnetje breekt. Langzaamaan zodat het lijntje niet breekt. Is de stad waar ieder van spreekt. Die je eens in je leven moet hebben gezien. De maan is van zilver papier. Op die oude Mississippi rivier. Wow, wow, wow. Waar kan dat eigenlijk anders zijn dan in dat mooie New Orleans? Dat zie je alleen in New Orleans. Laat me naar je kijken en eens vergelijken. Je bent een schatje als je bloos. Honeysuckle Rose. Rose, Rose, Rose. Honeysuckle Rose. Je kan het zo proberen, maar geachte heren, het klinkt een beetje zelfdeloos.
toast. That honey's like a rose. Rose, 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 honey's like a rose. Vrouwen vleien, nee, dat lukt waarachtig niet. Wil je vleien, doe dat zo ontzettend niet. Ben verzot op bloemen, dus je bent bedoemen. Bij de naam die ik je koos. Dus honeysuckle, rose, 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 honeysuckle. De mooie alleen in New Orleans. Hoor die lekkere pianist, die nooit eens een nootje mist. Laat die jongen maar swingen, dat zit wel goed. Hoor die lekkere klarinet, die alles op stelte zet. Hoor, is de piano en die klinkt weer op het best. Hoor, en laat je leiden door de maat van het orkest. Hoor, hoe de drummer de show is stil, die lekker op van je licht speelt. Is natuurlijk die oude, de mooie alleen in de Orleans. Deze eindeloze tent heet Sweet Georgia Brown. Elke man de jonge band weet Sweet Georgia Brown. Zelfs een chagrijn die komt in Sweet Georgia Brown. Ik vind het hier dol, dus is het hier vol. Alles draait hier om de dans in Sweet Georgia Brown. Meisjes, stop, dus schrijf je dans in Sweet Georgia Brown. Zit je in zakkenras, slecht in de sloppenwas. Nou, de koepas wil op open. It's sweet, sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Ik heb de wereld gezien, maar jij New Orleans blijft altijd het meest in zwang. Hoe verder ik ga, des te sterker wordt mijn heimwee. En hoe meer ik naar jou verlang. In het lenteseizoen staat alles in groen. En de spotvogel zingt zijn lied. Bezige stad aan die luie Mississippi. Nee, jou vergeet ik niet. Een carnaval van herinnering trekt in een stoet aan je voorbij. Waar ik ook was, waarheen ik ook ging, ik zag geen plekje zo mooi als jij. Ik zeg altijd tot ziens tegen mooi New Orleans. Alweens kom ik daar weer terug. Hoe verder ik ga, des te sterker wordt mijn heimwee. Heimwee naar New Orleans. Er is een blues voor als je droevig bent. Er een blues voor elk verdriet. Er is een blues voor die dagen van louter tegenslagen. Een blues als je de horizon niet ziet. Oh nee! Er is een blues voor als er wolken zijn. Eén enkele hemel is voor eeuwig blauw. Maar dat het nu zo treurig is, dat komt alleen omdat je mist. Dat komt mijn schattenfout alleen door jou. Er is een blues over vrouwen die je niet meer kunt vertrouwen, maar het heb je weer als enige niet door. Een blues voor tante Anna, van die late testamenten, maar als enige kom jij er niet in voor. Elke blues bezinkt een leven vol met pech, altijd is er wel een echtgenote weg. Op een hondje of een poesje bezinkt het in de blues en opeens dan is het leven niet zo slecht. En de blues vooral de keer dat je even wou parkeren, maar de Friese reageerde weer zo flauw. Ben je een bolle tegenlaten, vaak de blues van een kater en je vrouw die roept je toe. Weer blauw! Het is een schijntje vergeleken met die eindeloze nachten, waarin je op je allerliefste mensen zit te wachten. Dus deze blues, mijn schat, die komt door jou. Sorry beste mensen, hoe het mij ook spijt, het is nu tijd, de hoogste tijd. Kom op! Kom op! Jongen, we beginnen pas, dus geef nou snel een laatste glas. Kom op! Nee, nee! Kom op! Ik krijg mijn last na sluitingstijd, zo raak ik mijn vergunning kwijt. Jij krijgt geen trammeland, de politie-inspecteur is vaste klant.
Sorry beste mensen, hoe het mij ook spijt. Het is nu tijd, de hoogste tijd. Kom op! Het is afgelopen. Kom op! Hoogste tijd. Het is niet anders allemaal, tot ziens. In die andere kroeg in New Orleans. Dat hoor je alleen in New Orleans. Dat hoor je alleen in New Orleans. En zo waanden wij ons even in New Orleans met hartelijk dank ook aan de toneelmeesters die zo voortreffelijk gestalte gaven aan de muzikanten Harry, Rob en niet te vergeten Wim van der Laak. Hartelijk dank jongens daarvoor, voortreffelijk gekomen. Na deze uitzending nog even bij jullie voor een gezellig onderonsje op de trompet en de klarinet enzovoort. Wij zijn toe aan ons slapstickfilmpje. We blijven nog even teruggaan in de tijd. Ten slotte is dat ook een beetje oude dooswerk. Een beetje snel lopen, snel knipperen met de ogen. En er zijn ook nog 3 liedjes in verstopt. Voor elk geraden liedje 2 punten. We gaan gauw kijken. Licht uit en projector aan. Thank you.
Even kijken hoeveel de kandidaten er wisten. Hoeveel liedjes? Carla, wie heeft er suiker in de ertessoep gedaan? Dat is goed, dat is 2 punten. De tweede, een glaasje Madeira, is niet goed. Dat was het niet. Nee, ik zal je straks zeggen wat wel. Hele grote bloemkolen. Ja hoor, dat was ook een duidelijke. Dat is 2x2. 4 punten voor jou, uitstekend. Wie heeft er suiker in de ertessoep? Je hebt alleen ert, maar ik begreep dat dat ertessoep was. Ja, 2 punten. Glaasje op. Nee, glaasje Madeira. Glaasje op, Madeira, Madeira. Nee, ook dat niet, helaas. En de bekende bloemkolen, grote bloemkolen. Prima. Dat zijn 2x2, 4 punten. Eens even kijken. Snert met suiker of soep met rietsuiker? Of met niet suiker? Niet met suiker. Soep met suiker. Dat was het, maar het is niet de titel. Het is, wie heeft er suiker in de ertessoep gedaan? Glaasje wijn of Madeira? Ja, het was een glaasje wijn, maar ik had willen horen. Drink rode wijn. Het was een glaasje rode wijn. Of, eventueel had gemogen, vino, vino. Maar de bloemkolen zijn goed. Yes, goed. 2 punten voor jou. Uitstekend. Makkelijk optelsommetje. We kijken even naar het scorebord en zien dat de score als volgt veranderd is. Wij zien dan op 29 punten staan René Bruinius. Op 30 punten Mia Moeskops. En 2 puntjes hoger op dit moment bovenaan. Carla de Roo met 32 punten. Dit is gisteren met muziek. Dit is gisteren met muziek. Zo, wij zitten weer op ons andere plekje. En uiteraard gaan wij weer spelen onze melodielijn. We gaan kijken wat de kandidaten ervan terecht gaan brengen. Wat ze ook terecht van hebben gebracht wat betreft het maken van een tekst en hun eigen melodie. De refrein gaat gezongen worden door 8+. Voordat we beginnen, even natuurlijk de man die gaat jureren. Hier is hij weer, Sietse Dolstra. Dat was het. Laten we maar meteen beginnen met uiteraard het refrein en 8+. Daar gaan we. Al glinstert dat het giet, het weer dat heeft er niet. Voor mij schijnt de hele dag de zon. Al waait het heel de dag, toch raak ik niet van slag. Voor mij schijnt de hele dag de zon. Al is het kille vuur, ik blijf op temperatuur, want voor mij schijnt de hele dag de zon. Als ik kijk naar Dallas en Dynasty en die vervelende JR en Alexis, ben ik blij met mijn kleine zorgen en kijk verlangend uit naar de dag van morgen. Ik ben niet rijk, ik ben niet welgesteld, maar vast veel gelukkiger met mijn beetje geld. Ik ben tevreden met mijn plaatsje in de zon. Er is geen mens die zich iets beters wensen kan. Al wenst het dat het giet, het weer dat weer geniet. Voor mij schijnt de hele dag de zon. Al waait het hele dag, toch raak ik niet van slag. Voor mij schijnt de hele dag de zon. Al is het kille vuur, ik blijf op temperatuur. Want voor mij schijnt de hele dag de zon. We klagen nogal gauw en we zijn niet vaak tevreden in ons kleine landje aan de Noordzee. De zomers zijn te koud en de winters veel te nat. Zo is er elke keer wel wat, maar storm en onweer leren me niet. Wat kan het me ook schelen of het regent dat het giet? Ik maak er elke dag wat van en daarbij bovendien. Dat ik de zon niet nodig heb, dat kun je zo wel zien. Yeah. Al wenst het dat het giet, het weer dat weet je niet. Voor mij schijnt de hele dag de zon. Al waait het heel de dag, toch raak ik niet van slag. Voor mij schijnt de hele dag de zon. Al is het kille vuur, ik blijf op temperatuur. Want voor mij schijnt de hele dag de zon. België is zo klein, dat mag er heus wel zijn. Voor mij schijnt elke dag de zon. En ook al zegt Armopien vandaag geen zon te zien, dat trekken wij ons niet aan.
dat België zo klein wordt een festijn. Al gaat het over friet voor groot en klein. Dus zeg ik dan nu voortaan, waarom naar Spanje gaan? Al wenst het dat het friet, en veel dat ik geniet. Voor mij is fijn de hele dag gezond. Al waait het heel de dag, toch raak ik niet van slag. Voor mij schijnt de hele dag de zon. Al is het veel en duur, ik blijf op temperatuur. Want voor mij schijnt de hele dag de zon. Al staat het dik op in en staat de bliksem in. Ik heb nacht aan ieder weerstation. Want voor mij schijnt de hele dag de zon. Zo jongens, kom maar gezellig erbij staan. En ziet ze, voor jou en aan jou de taak om hier weer punten voor te gaan geven. Carla krijgt sowieso al ruime voldoende van mij wegens haar weerzin tegen de serie Terreur. Ja. René, zijn tekst vond ik... Daarom het aardigste, omdat de zelfspot die eruit sprak mij heel erg goed deed. We moeten onszelf niet te serieus nemen, dat heeft niet gedaan. Uitstekend. Mia, we hebben gehoord wie Armand Pien was, dat is de Vlaamse pelleboer. Die komt bij mij altijd gestoord over. Dat wil zeggen de lijn, de man niet natuurlijk. Ja. Ik ga het gewoon zeggen. Ja. Carla 8, René vanwege de originaliteit van de tekst een 9 en Mia ook een 8. Uitstekend, dankjewel. Dames en heren, Sietse Dolstra. Wij gaan kijken naar de punten, want dat is heel belangrijk, want hoe staat het er allemaal voor? Het scorebord toont het ons, kijk even mee. En wij zien dan allebei op 38 Mia Moskops en René Bruinius. 2 punten hoger, dus nog steeds bovenaan op dit moment. Carla de Roo met 40 punten. Dit is Christus met je zien. Dit is Christus met je zien. De beslissende ronde. Wij gaan over naar ons wegzakspel. Ze zitten klaar, de 3 kandidaten. En wij begroeten hen. Jongens, wat zitten jullie er mooi bij? Hallo Leonie, dankjewel. Leonie met de vragen. Leonie met de vragen. Even kijken, hebben jullie muziek op de koptelefoon, jongens? Nee? Ja, knikken ze nu. Goed zo. Dan kunnen jullie zometeen de antwoorden niet van elkaar horen. Wat zetten we in voor de eerste rubriek? Dat is Nederlandse artiesten. Wat durf je daarvoor in te zetten? Nederlandse artiesten. René kijkt wat zuinig. 4-3-3. Jongens, hier komt de eerste vraag. Kom voor het eerste antwoord eerst bij Carla zometeen. Welke Nederlandse groep kreeg op zaterdag 15 januari in een tv-uitzending een gouden harp van de stichting Konamis uitgereikt? En Carla gaat het nu als eerste zeggen. En ik moet het nu van jou horen. Margriet S. uit. Nee, is niet goed. Jij gaat 4 punten naar beneden. Ze blijft nog in beeld, hoor. Er gebeurt nog niks. Ze blijft nog in beeld. René? Denk normaal of zo. Nee. Nee, is jammer. Ook 3 punten naar beneden. Ja, ik vrees het ergste voor onze Belgische kandidaat. Want ja, ik weet niet of ze die Nederlandse tv-uitzending heeft gezien. Mia? Doe maar. Nee. Helaas, nee. Het was BZN. U wist het allemaal hier in de zaal natuurlijk. Maar u zat er niet, dat is jammer, hè? Ja. Volgende vraag is de rubriek geluidsvragen. Ik stel een vraag over een geluid van de band. En ik vraag welk muziekinstrument je zometeen hoort. Wat durf je daarvoor in te zetten? Wat denk je van muziekinstrumenten te weten? Nu wil ik het zien. 4-5-4. Dat wordt ingezet, dat aantal punten. En hier komt het geluid. Ja, weggevertje, hè? Eigenlijk bijna. René, zeg het maar. Trombone. Dat is goed, ja. We gaan naar Mia. Mia, jij mag het zeggen. Jij hoort mij. Ja. Nog even denken. Trombone? Ja, is goed. Uitstekend. Dan als laatste Carla. Trombone? Ja, is goed hoor. Prima.
Dan nu de rubriek Artiesten Internationaal. Wat zetten we daarvoor in, jongens? Even kijken, hoor. 255. Zo. Nou gaan de verschillen groot worden, eventueel, als er goed geantwoord wordt. Hè. Luister goed, ik kom het eerst voor het antwoord zometeen bij Mia. Veel artiesten hebben een deel van hun succes te danken aan een muzikale gimmick, ofwel een speciale manier waarop ze hun liedjes zingen. Welke bekende Amerikaanse zanger uit de 50er jaren werd om zijn manier van zingen de zingende huilenbalk genoemd? Dan ga ik daarvoor eerst naar Mia en zij slaakt een zucht. Mia. Zakken. Wat zakken? Zakken, zegt ze. Ah. Dan ga ik naar Carla. Weet ik niet. Geen idee. Zakken. Twee puntjes. Nou, ik ben blij dat jullie twee in hebben ingezet, hè. René als derde. Johnny Ray, ja. Jongens, de laatste drie vragen. Wat gaan we ermee doen? Hoog of laag inzetten? Ik zal zeggen wat de eerste rubriek is. Dat is een geluidsvraag en we laten jullie een intro van een plaat horen. Wat durf je daarvoor in te zetten? Een intro van een plaat. Doe het vorige nummer even uit, wat je zo even hebt ingezet. En zet opnieuw in. Dus het begin van een plaat laten we je horen. En dan draaien we hem weg. Ik zie daar 5, 3, 4. 5, 3, 4. En hier komt het geluid. Ja, en bij wie kom ik als eerst? Ik begin het eerst bij Carla dus hoor. Carla, zeg het maar. Nee, ik zeg niks. Je zegt niks? Nee. Je laat mij zakken? Dan laat ik jou zakken, ja. Zo, tenminste, dat doet Bernard Prins, hè, daarachter. Ja. Hij heeft een apparaat en dan gaat dat stoeltje naar beneden, zo. We gaan naar René. The Last Waltz, hè? The Last Waltz, heel goed. Het aardige is dat Mia heeft nog steeds muziek op de koptelefoon en die weet niet wat er geantwoord is, maar ze ziet wel geklapt. Mia, zeg het tegen mij. The Last Waltz. The Last Waltz, goed zo. De vijfde en één na laatste rubriek. Wat durven we in te zetten voor artiesten internationaal? Jongens, gokje wagen, doe het vorige cijfer even uit wat je had ingezet. Dan lees ik ze even op. 3, 5, 5, en dan komt het eerst zometeen bij René. Een van de grootste hits van de zanger Harry Belafonte is de Banana Boat Song. Van welke Nederlandse artiest verscheen in het begin van de jaren 70 een plaat met een parodie op dit lied? Even diep zuchten en dan zegt René tegen ons... André van Duin. Dat is goed. Dan gaan wij voor het volgende antwoord. Zij is in gepeins verzonken naar Mia. Mia, zeg het. Ik moet gokken. Van Duin? Ja! Zo, dat is goed gegokt dan. Tot slot, Carla. André van Duin? Ja, is goed. Uitstekend. En nu de allerlaatste vraag. Zet in als wanhoopsdaad datgene wat je in wilt zetten om nog bovenaan te komen. Want wij gaan over naar een geluidsvraag. Ik laat een fragment horen uit een plaat en dan vraag ik aan jullie de titel van die plaat. Jongens, zet in en ik kijk naar jullie met angst en beven. En ik lees op, als Mia ook in heeft gezet, 5, 3, 4. Nou, jongens, let op. Hier komt het geluid. Ja, meer laten we echt niet horen natuurlijk, hè. Mia is de eerste die het gaat zeggen. Tenminste, dat hoopt iedereen natuurlijk dat ze het zegt. Mia, vertel het ons eens. Penny Lane. Ja, is goed. Ja. Dan gaan wij naar Carla. Penny Lane. Dat is goed, ja. En als laatste René. Nou, vraag je wel zoiets moeilijks? Nee, je weet het wel. Nee? Nee. 1, 2, 3. Nee?
Dan ga je naar beneden. Maar toch niet? Tieren, nee toch? Kom tenminste weer bij hun. Ik denk dat weet jij wel. Dat weet jij vast wel. Nou, ik kan het niet van hieruit helemaal zien, maar ik dacht dat het bekend was. We gaan in ieder geval eventjes ter verificatie naar het scorebord. En zien dan op het scorebord verschijnen... 41 punten voor Kadro, Mia Moeskops, 47 punten. En winnaar van vanavond, René Bruinius met 50 punten.